een tornado op de grens van België. Orkaan Delta bedreigt het zuiden van de Verenigde Staten. En bijzonder mooie iriserende wolken in Brazilië. Dit is de top 3 meest spraakmakend weer van deze week. Er zijn iriserende wolken, of regenboogwolken, vastgelegd in Brazilië. En dat levert prachtige beelden op. Dit verschijnsel bestaat uit parelmoerachtige kleuren waarmee soms hele wolken kunnen oplichten. Het wordt zichtbaar wanneer de zon precies vanuit de juiste hoek een dunne sluierwolk belicht. Tropische storm Delta is uitgegroeid tot een zware orkaan, dus categorie 3 of hoger. Het oog van de orkaan naderde in de nacht van dinsdag op woensdag al het noordoosten van Yucatan. Daar heeft de orkaan geen grote schade aangericht, melden de autoriteiten. Ook zijn er geen berichten over doden of gewonden. Het enorme natuurgeweld koerste daarna richting Louisiana en zal Nederlandse tijd vrijdag begin van de avond aan land komen. Zo af en toe komt het voor. Een tornado in de Benelux. Deze week is er eentje gespot net over de grens van België. Deze tornado was een zwak exemplaar met windstoten tussen de 100 en de 130 km per uur. Voor zover we weten vielen er geen slachtoffers. Jaarlijks komen er maar een handjevol tornado's voor in de Benelux. En dat waren alweer de top 3 meest spraakmakende weerfenomenen van deze week. Maar volgende week zijn we er weer. Tot dan!